Fouke Boy, de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. Nou, je kwam uit de hoge hoed, maar het was wel een grote verrassing. Ja, we hebben het goed stil weten te houden. Het is ook wel redelijk snel gegaan, dus niet over een al te lange tijd. Maar ja, ik moet zeggen, ik was al enthousiast. Maar ik ben naar aanleiding van alle gesprekken alleen nog maar meer enthousiast geworden. Ik ben heel erg blij dat we aan de bak kunnen gaan met elkaar. Dus, wanneer ben je met de club in gesprek geraakt? Vrijdagavond is er eerst telefonisch contact geweest en zaterdag zijn we echt met elkaar gaan praten en zondag ook nog. Ja, zondagavond was het in kan en kruik en dat was geweldig. Oké. En nu, morgen sta je voor het eerst op het veld? Ja, ik wilde het ook vandaag liefst, maar dat was allemaal zo hectisch dat kennis maken met de staf, spelers. Je moet heel gericht kijken waar je eventueel nog kan versterken. Dan moet je de tijd voor nemen. Je moet je niet op laten dringen door een tijdslimiet. Uiteindelijk ligt die limiet geloof ik bij 2 september. Maar het moet een juiste keuze zijn die past bij Go Ahead en die ook betaalbaar is. Want zo is het nou eenmaal. En die ook heel graag een speler die ook gewoon hier absoluut heel graag wil excelleren. En ja, die toch ook wel Eredivisie waardig kan zijn. Dus, een trainer die klaar is voor een uitdaging met deze club in de Eredivisie? Ja. Absoluut, en dat maakt het ook heel apart om hier te gaan werken, want het is een enthousiaste groep, niet veel Eredivisie ervaring, maar juist daarin moeten wij als staf en ik als coach de spelers ondersteunen en helpen.